Anne en ik zijn van Gent en we houden ervan om een stukje vrijwilligerswerk te doen in onze stad. Een paar maanden geleden hadden we een schitterend plan bedacht. We zouden onze methodiek van uh, het coachen, het faciliteren van groepen, de ontwikkelcirkel, het vorkmodel, zouden we ter beschikking stellen van uh, sociale werkers en activisten. We zijn er heel wat in Gent, want Gent is een bruisende stad. Hè? Uh, ze werken rond armoede, klimaatopwarming, de vluchtelingen. Multicultureel, genderproblematieken, enzovoort. Het idee was eigenlijk om een, uh, een kringgesprek te doen en te werken op het thema van zelfzorg en de rol van zelfzorg in activisme. Er was veel belangstelling, toch is de avond helemaal anders uitgedraaid dan dat we gedacht hebben. De, de vonk is niet, uh, niet op gang gekomen. Het is zelfs zodanig dat er geen vervolg meer doorgaat wegens gebrek aan belangstelling. Tot op de dag van vandaag weten we eigenlijk niet. Wat er precies gebeurd is en hoe dat we dit moeten verklaren. Want als we de verklaring vinden, dan kunnen we er iets uit leren. Dus het is gewoon op dit moment wat wij noemen een briljante mislukking. Dat is een mislukking die, uh, van een activiteit die helemaal anders uitpakt dan dat we verwacht hadden. Wat een verrassing om vol enthousiasme je vrijwilligerswerk ergens in te zetten, om dan dit mee te maken. Heel vreemd. Maar juist dat vreemde is een heel interessante ervaring: er is hier iets te leren. Ik wil dus een pleidooi voeren voor briljante mislukkingen en jou eigenlijk vragen wanneer jouw laatste briljante mislukking is of was. Want dat is een pleidooi om ook niet meer op safe te spelen en voortdurend risico's te nemen, nieuwe terreinen te verkennen en kortom wakker te blijven in je leven en je verder te ontwikkelen. Op naar de volgende briljante mislukking, ook al willen we het niet, toch verwelkomen ze. Hmm, heel vreemd.